even vertellen wie je bent en wat jouw functie is in de club? Ja, mijn naam is Frank Stultjens. Ik ben de oprichter van de Biker Alliance, een van de twee clubs waarmee we dit evenement organiseren. En is dat een Brakelse club? Oorspronkelijk is het een Helmondse club. We zijn Helmond opgericht. Alleen wij zijn 2 jaar geleden verhuisd naar Bakel. En sinds die tijd hebben we ons clubhuis hier in Bakel. Oh, kijk aan. Waar ergens? We zitten op de Schoolstraat. Mooi. Kan je iets vertellen over jullie club en het verschil met andere clubs? Nou, de Biker Alliance is een club die zich heel erg richt op rijden voor goede doelen. En goede doelen, dan kun je denken aan kinderen die mishandeld worden, of kinderen die gepest worden, of kinderen die ziek zijn, of het op wat voor manier dan ook zwaarder hebben in deze maatschappij. En wij proberen met onze ritten en met onze evenementen, proberen wij die kinderen een leuke dag te bezorgen. Ja. Ik zag, jullie hebben pas kinderen van het Rijdfan meegereden, geloof ik, hè? Ja, dat klopt. We zijn 2 weken geleden, volgens mij, zijn we bij het Rijdfan geweest in Deurne. Daar hebben we een aantal bewoners daar, die hebben mee achter op de motor genomen, een rondje over een trein. En dat vonden ze helemaal geweldig. Wat is de reden dat jullie dit vandaag hier organiseren in Bakel? De belangrijkste reden is dat we iets willen doen voor de kinderen van Bakel. Maar aan de andere kant willen we ook laten zien dat motorclubs goede dingen doen. En gewoon een gezellige sfeer neer kunnen zetten waar iedereen op af kan komen. Ik zag dat er vooral toch bikers hier rondlopen. Hè? Ja. Was het ook voor gewone mensen bedoeld? Ja, hier? Absoluut. Het is ook voor gewone mensen. We hebben het ook heel breed in de media bekendgemaakt, daarom hebben we het ook Motorfamiliedag genoemd. Het is een dag voor motorrijders, maar ook zeker voor families en voor kinderen die hier zich kunnen laten sminken. Er staat een grabbelton, er staat een springkussen voor de kinderen. Hebben jullie al vaker dit soort evenementen georganiseerd? Nee, dit is de eerste keer dat we zo'n groot evenement georganiseerd hebben. Het is wel een succes, geloof ik. Tot nu toe is het een succes en ik hoop dat we het jaarlijks kunnen gaan herhalen. Oké, veel succes. Dankjewel. Bedankt hoor. Oké. Let je dieren, zet ze meestal het goed.